Vind je deze podcast leuk? Vergeet je dan niet te abonneren. Druk op het plusje op Apple Podcast en volg ons op Spotify. Ik heb een vraag die gaat over de pechgeneratie. Ik ben zelf 24 jaar oud. De pechgeneratie? Ja, ik ben tussen het wal en het schip gevallen. En wanneer is die geboren? Ja, dat is zeg maar de generatie die geen studiebeurs heeft, maar wel een studielening. Oh, die? Ja, okay. Wij zijn... Het verlossen. Kunt u mij horen? Heeft u er wel eens over nagedacht dat we natuurlijk in Europa een hele wonderlijke relatie met Rusland hebben? Ik kom zo aan de reden waarom Rusland misschien doet wat het doet. Maar als je even begint met halverwege de 19e eeuw, dan moet je constateren dat Rusland nooit erin geslaagd is om een enigszins functionerende democratie op poten te zetten. Dat is punt 1. En in alle relaties in feite met het directe en iets verdere buitenland altijd gewelddadig is opgetreden. De Russen zal meteen zeggen, ja, dat kunnen jullie makkelijk zeggen. We zijn in de Eerste Wereldoorlog aangevallen. In de Tweede Wereldoorlog heeft ons bijna de kop gekost. En daarna is er een koude oorlog gevoerd, in feite tegen ons. Ja, dat is de andere kant van de zaak. Maar ik zie Rusland, ook gezien de samenstelling van die samenleving en de onderliggende structuren, niet in staat om een niet gewelddadige relatie te onderhouden met de rest van Europa. Daar zit ook altijd dat wonderlijke minderwaardigheidscomplex in waar Rusland aan leidt. Dus aan het minderwaardigheidscomplex, zoals u weet, dat wordt altijd gespiegeld door een gevoel van superioriteit. Het komt in een combi voor. En dat is heel typisch in de hele relatie van Rusland met West-Europa. En met, zo u wilt, de rest van het Westen, voor zover het Westen überhaupt bestaat natuurlijk, dat moeten we daar wel bij zeggen. Wat ik het meest verbazingwekkend vind, is de vrij hardnekkige manier waarop China Rusland blijft steunen. Aangezien dat, naar mijn gevoel, op geen enkele wijze voordeel oplevert voor de Chinezen. En de Chinese economie, die natuurlijk afhankelijk is van een neoliberale economische wereldorde. Maar dus de hele economische fundament van Rusland is zwak. Ze hebben er in feite, afgezien misschien van de paar eerste jaren van de nieuwe eeuw, niets van terechtgebracht. 0,0. En dat heeft natuurlijk ook weer iets te maken met de aard van het regime. Je moet toch een beetje een open economie hebben. Iets wat ook nu pas eigenlijk duidelijk wordt, dat wist ik ook niet. Je leert veel van zo'n geval als dit. Is dat eigenlijk Rusland onderhevig is al jaren en jaren aan een hele ernstige brain drain. Dus zodra je iets kan wat in het Westen betaald wordt, op enige wijze, dan vertrek je natuurlijk naar het Westen. Als je natuurkunde hebt, het onderwijssysteem, niet zoveel mis in Rusland. Als je in Moskou bent afgestudeerd op een van de andere universitaire steden in de natuurkunde of de wiskunde of zo. Ze hebben een prima beta-traditie. Daar wordt heel weinig sociologie en dat soort van dingen gestudeerd. Ik wil niemand kwetsen, maar ja, als laatste een klein stukje. Wist u dat tegenwoordig 40% van de Nederlandse bevolking tertiair gevormd is? Vrijwel iedereen hier is tertiair gevormd. Maar altijd zo dat ze niet weten hoe een cv werkt. En ze even denken, ja, centrale verwarming. Ik zeg het maar even. Ja. Waardoor we voortdurende tekorten hebben aan mensen die de meest simpele dingen moeten repareren, aan moeten sluiten. Nou ja, gaan ze maar door. Je kunt wel een socioloog bellen, maar ja, die vraagt al heel snel of u wel woke bent of zoiets dergelijks. Als ik dat woord tenminste goed gebruik. Ja, dus in Rusland, dat schijnt al jaren aan de gang te zijn dat er echt in de orde van 100.000 hoogopgeleiden naar het Westen vertrekken. Nu is dat nog enorm geactiveerd doordat een groot deel van ook de culturele elite, die is natuurlijk enorm tegen Poetin, dat begrijpt u wel. Dus die wijken uit naar alle plekken waar je geloof zonder visum heen kunt. En als het een beetje wil, natuurlijk ook graag naar de Verenigde Staten. Ik begreep dat eigenlijk alle, ja, toevalligerwijze, je zult zeggen, wat doet die jongen toch de hele dag? Sprak ik met Oekraïense vluchtelingen hier in Utrecht. En heel veel van die lui willen naar Amerika, dat vond ik wel opmerkelijk toch. Zoals je denkt dat je nou de krant goed... Ja, wie van u zou ook wel naar Amerika willen?
Precies, geen hond. Je kijkt wel in, kijkt als je er iets van af. Hé meneer, daarbovenin. Ja, dat was iemand die wel wilde. Ja, daar. Oh ja. Oh ja, u las ook de Telegraaf. Dat verklaart een en ander natuurlijk. Bent u technisch geschoold? Ja, heb je het al. Socioloog. Oh. Wat was u oorspronkelijk? Verpleegkundig, dan heeft u een gouden toekomst in Nederland. De hele babyboom moet nog dood. Dat is echt een unieke groeiindustrie is dat. Hè? Ja, niet voor niks is Philips van de lampen in de medische technologie gestapt. Daar kun je goud geld mee verdienen. Ik ben toevallig enige malen in het UMC geweest om mijn hart op te laten meten. En binnen 3 jaar hadden ze 3 verschillende machines om mijn hart op te meten. Ja, niet omdat ik het was, maar omdat die kennelijk steeds uit de mode raakte. De eerste keer was het zo'n groot donkerblauw geluid. Ik dacht, dat is een dieselmotor. Hè? Wat zouden ze daarmee willen? En de tweede keer was het al zo'n scherm met alles erop en eraan, u weet wel. En de derde keer was het een nog groter scherm met allemaal verschillend gekleurde lijntjes. Dus je hart stond erop, of je neus vol zat, stond erop. Alles stond erop. Het was dat je denkt van nou, als je elke 1,5 jaar een nieuwe machine moet kopen, dat gaat toch in de... Nou, vandaar. Dus ik zou zeggen, u kunt hier heel tevreden zitten. En ik zeg, waarom u in godsnaam naar Amerika wil? Dat begrijp ik echt niet. Misschien bent u een masochist. Wat? Oh, even een vraag. We gaan eventjes... Was ik klaar met mijn betoog? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Dat vervolgen we zo wel even, Maarten. Ik begreep dat ze er genoeg van had. Mevrouw, hier komt ie. Hier komt de... Ja. Ik heb een vraag, maar ik stotter wel. Dus dat weet u alvast. Wat is naar de mening nodig om... Ja, om een beetje dichter bij de A-wereld te komen? Ja, dat is wel een vraag die u stelt, moet ik u zeggen. De wereldvrede. Dan moet ik eigenlijk even u teleurstellen, zowel op de hele korte termijn... De korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn. Dat gaat niet veel worden met die wereldvrede. En dat komt omdat er altijd een enorme overmaat is aan potentiële conflictstof. En dat heeft ook te maken met de grote spelers op het wereldtoneel. Waar Nederland niet bij hoort, ik zeg het maar even veiligheidshalve. Voordat u begint te denken dat Rutte er ook verstand van heeft. Wij kunnen zelfs de sancties niet behoorlijk op de rails krijgen. U weet nu ook waar u overbodige criminele geld kunt stallen, gewoon in Nederland. U hoeft er niks mee te doen. U kunt gewoon hier blijven, de Zuidas. De grote spelers op het wereldtoneel, dat zijn er in feite 3. Dat is China, dat zijn de Verenigde Staten en dat is de Europese Unie. De enige daarvan, van die 3 spelers, waarvan ik wel... hoopvol gestemd ben, ook op die diverse termijnen, is de Europese Unie. Het grote probleem is dat we op dat wereldtoneel zitten met 2 landen die in feite de grootste economieën ter wereld zijn, maar tegelijkertijd ook natiestaten zijn. En de natiestaten lijden aan allerlei ongelooflijk vervelende kwalen. Ze zijn altijd op punteentjes getrapt. Als de leider van de natiestaat een lezingje komt houden, staan er 26 reusachtige vlaggen achter hem. Er is altijd wat gaande. Nou, denk aan de Verenigde Staten, niet waar een land wat een uniek talent heeft om zichzelf in de voet te schieten. Denk aan China, daar word je ook niet vrolijk van. Wie van u zou zo 1, 2, 3 naar China emigreren als die de kans kreeg? Nou, daar heb je het al. Hè? Wie zou... Oh, u wilt ook wel naar China? U bent wel een initiatiefrijke persoon. Alleen begrijp ik niet goed wat u hier dan vanavond zoekt. Ja, maar goed, u kunt het proberen. U kunt ook nog binnen de EU kunt u ook nog eventueel iets doen. Maar het is wel of China of de Verenigde Staten. Ja, het is een beide bijzonder onaantrekkelijke samenleving in allerlei opzichten. En de enige natuurlijk... constructie die werkelijk interessant is, wereldhistorisch gezien, is de Europese Unie.
Omdat nou dan juist een organisatie is die eigenlijk veel beter werkt dan de meeste mensen denken, die postnationalistisch is. Weliswaar spelen ook de leden van de Europese Unie binnen die Unie ook wel weer op de nazistaat. En Macron doet speciaal zijn best voor Frankrijk. En Scholz is nog niet helemaal duidelijk wat hij doet aan zijn best. Maar dus daar wordt ook wel weer een nationalistisch spel. Maar de organisatie als geheel en de doelstellingen van die organisatie en de eventuele slagkracht van die organisatie is post of bovennationaal, zo u wilt. En wat natuurlijk gauw vergeten wordt, is dat van die drie spelers die ik genoemd heb, die met z'n drieën vormen ze ongeveer de helft van de totale wereldeconomie. He, dus ze zijn ook ongeveer even groot, alle drie, dus Amerika, China en de Europese Unie. Eigenlijk is de Europese Unie een fractie groter dan de andere twee. De Europese Unie bijvoorbeeld is een belangrijker exportgebied voor China dan de Verenigde Staten. U leest altijd over de Verenigde Staten, potentiële handelsoorlog en allerlei andere praatjes die de Amerikanen zichzelf op de hals hebben gehaald. Naar mijn idee zonder dringende noodzaak, maar goed. Maar eigenlijk is de EU belangrijker voor China dan de Verenigde Staten zijn. Wij zijn een ontzettend, zelfs zonder Engeland zijn wij toch de grootste markt ter wereld. U weet dat er in Nederland ook mensen zijn die uit de EU willen. Misschien bent u opnieuw vrijwilliger. Ja, het zou kunnen toch. Wie van u zou wel zo gauw mogelijk uit de EU willen? Ja, dat is ook weer zoiets wat mij... u bent eigenlijk een ongekend zelfstandig, ik bedoel verstandig publiek. Ik hoop altijd dat er een verdwaalde gek bij is. Ja, dat er iemand van Forum voor Democratie in de zaal zit als verspieder. Hè? Of dat Willem Engel de weg kwijt is geraakt en naar binnen gedreven is, zal ik maar even zeggen. Zal ik eens gaan kijken in de zaal? Gewoon, misschien is hij er wel, want ik denk niet als... Willem Engel. Ja, nee, misschien maar over een verdwaalde gek. Ja, maar ik heb helemaal geen zin in dansles vanavond. Dus dat, laten we dat maar even niet doen. Dus die drie spelers... Ik loop even naar het balkon. Was nog bezig haar vraag te beantwoorden. Wat zeg je? Ik was nog bezig haar vraag te beantwoorden. Ga maar door, ik loop even naar boven. Want je ziet, die twee andere grote spelers zijn steeds bezig met spelbederf. Dat zijn gemene ploegen. He, zoals je ook vroeger vonden wij het Italiaanse voetbal, gemeen voetbal. He, dat zijn zowel Amerika als China... vinden hun eigen nationale belangen belangrijker dan een, laten we zeggen, min of meer harmonieus functionerende wereldeconomie om mee te beginnen en ook andere. U zou voor de aardigheid, want u denkt natuurlijk, dit is allemaal China en China is natuurlijk ook een enorme sabotageklant. Maar u zou eens moeten kijken, dat is goed te vinden op de Wikipedia, u weet, die vermeld ik altijd graag. Wikipedia, jij moet het ergens vandaan hebben. Ja, u weet dat Twitter-gebruikers die hebben dat niet nodig. Die hebben vaak al jarenlang hebben die archiefonderzoek in het Nationaal Archief gedaan voordat ze tot de meningsvorming kwamen. Maar we moeten eens kijken naar, er wordt altijd gezegd, Amerika is de steunpilaar van de internationale rule-based world. Dan moet u voor de aardigheid daar eens even opzoeken hoeveel internationale overeenkomsten en de verdragen de Verenigde Staten niet hebben ondertekend. Vaak hebben ze nog wel onderhandeld, waren ze nog wat bij, maar de Senaat weigert pertinent ook zelfs maar een korrel soevereiniteit af te staan. Neem het bekende verdrag tegen landmijnen. Is dat getekend door de Verenigde Staten? Nee. En zo, dat is een lijst van tientallen overeenkomsten en verdragen die door Amerika nooit zijn getekend. En waar ze zich dus in principe ook niet aan houden. Dus ook hier geldt dat Amerika weliswaar zichzelf ziet als leider van de wereld. Biden zei ook, we are back at the head of the table. Dat je denkt, nou, misschien kun je een tijdje links van Merkel gaan zitten. Dat zou eventueel, maar goed, die is er niet meer. Misschien dat ook Poetin wel gestimuleerd heeft om, maar dan weet ik niet of dat zo is. Maar dus ja, zowel China als Amerika hebben belangen die als het ware per definitie niet leiden tot een harmonieuze omgang op het wereldtoneel. En ik zie voorlopig geen potentiële
andere samenstelling van spelers voordat India op dat niveau opereert. Dan zijn we echt een halve eeuw verder of zo, als het dan niet meer is. Oké. Andere vragen uit de zaal. Kijk, ja, geef even dit ding door aan die meneer aan de rode trui. We staan op het eerste balkon, Maarten. Kun je het goed horen? Ben ik verstaanbaar of niet? Ja, we testen het even bij Maarten. We hebben een extra box neergezet voor Maarten. Kun je het goed horen, Maarten? Hallo, goedenavond. Ja, ik kan het goed. Tot nu toe wel. Oké, nou. Kijk, hi. Goedenavond, mijn naam is Dennis Hogeveen. Ik kom uit Eindhoven. Ik heb een vraag die gaat over de pechgeneratie. Ik ben zelf 24 jaar de oud. De pechgeneratie? Ja, ik ben tussen het wal en het schip gevallen. En wanneer is die geboren? Ja, dat is zeg maar de generatie die geen studiebeurs heeft, maar wel een studielening. Oh, die? Ja, okay. Wij zijn... ik kan zeggen dat ik er ook uitgebreid gebruik van heb gemaakt. En ik dacht, het staat toch niet bij het BKR, dus kan mij het schelen. Inmiddels komt het erop neer dat ik een opleiding informatica heb afgerond op WO-niveau over anderhalf jaar. En dat ik waarschijnlijk een schoenendoos kan kopen in de buitenwijken van Boekel. Wat ik jammer vind. Maar ik hoor zojuist dat er ook een oplossing is en dat is verhuizen naar Amerika. Is dat aan te raden voor mensen die toch graag een huis zouden willen kopen? Nou, ik moet u zeggen, als u als waar is wat u zegt... en u bent iemand die geverseerd is in de IT-wereld... op wetenschappelijk niveau, dan moet u in principe in Amerika vrij makkelijk werk kunnen vinden. Daar ben ik van overtuigd. Dan is het een beetje afhankelijk. De Amerikaanse onroerend goedmarkt die werkt anders dan de onze. Want aan beide oceaankusten, om het maar even generaliseren te stellen, zijn huizen vaak peperduur. L.A. is peperduur, zo op het Nederlands niveau. En alles wat ertussen zit, daar kunt u echt paleizen kopen... dat je denkt, hoe is dit godsmogelijk? Ik kan u wel aanbevelen om een abonnement op de New York Times te nemen. Die, een digitaal abonnement, dat kost u $15 per maand. En die hebben een ontzettend leuke onroerend goed rubriek... waar ik altijd naar kijk. En dan zie je dus een fantastisch huis, ik zal maar zeggen... in een buitenwijk van Oklahoma City. En dat kost niks. He? Ja, dat is dat, ja. Wie wil er nou in Oklahoma wonen? Daar wil geen verstandig mens wonen. Ja, u dus kennelijk er wel. Oké. Dat komt waarschijnlijk omdat u er nooit geweest bent. He? Nee, daar heb je het al. Dus u zegt dat wel, maar u zou daar in no time suïcide plegen. Dus als u een... Maar bijvoorbeeld Chicago, als je, dat was mijn ervaring, precies dezelfde hotelkamer in Chicago. Qua ruimte en netheid en nieuwheid, die is de helft goedkoper van een vergelijkbare hotelkamer in Boston. Want als u naar Boston gaat, dan denkt u ook dat er niks mis is met Amerika. Geweldige stad, terrassen, prachtige musea, alles is even duur. Typisch Nederlandse restaurants namen klote eten voor enorme prijzen. En nou, het bekende patroon. En ja, rijdt u de Great American Heartland in, dan beginnen de problemen in feite. Amerika is wat dat betreft heel raar en onevenwichtig land. In Amerika ziet armoede er ook uit als armoede. Als u bijvoorbeeld naar Winschoten gaat, wat een, ik geloof nog steeds, bevolking verliest, dan zal het nu misschien... Beetje gematigd zijn. En dat is een van die gebieden in Nederland die bevolking verliest. Maar het ziet er niet armoedig uit in Winschoten. Althans, de Schouwburg zag er heel normaal uit in Winschoten. Dat moet ik zeggen. Ja, u zult zeggen, waar gaat dit heen? Dat weet ik zelf ook niet precies. Maar u kunt met WO-IT... kunt u moeiteloos overal in de wereld aan de slag. Maar sterker nog, ook in Nederland. Dus stel voor dat u ook nog cv's kunt monteren, dan zit u helemaal goed. Je hebt nog een vervolgvraag. Jongens, zet de microfoon nog even aan, want dan kun je nog... Maar heeft u ook een gerichte vraag? Ja, daar komt die. Wat zou mijn generatie eraan kunnen doen om het leven toch een beetje, ja, ik wil niet zeggen leefbaar te maken, dat is misschien heel overdreven, maar wat zouden wij kunnen doen om het toch nog iets te verbeteren? We kunnen gaan demonstreren, maar dat lijkt niet echt te helpen. Nee, wat kunnen wij concreet doen wat wel helpt? Nou, volgens mij hoeft u helemaal niks te doen. Hey, u kunt rustig wachten tot de babyboomers dood zijn. De Nederlandse arbeidsmarkt, daar is echt niks mis mee. Ja, wij zitten nu natuurlijk met tijdelijke problemen vanwege die oorlog in Oekraïne. Maar de Nederlandse arbeidsmarkt, wij hebben een werkloosheid die lager is dan die in tijden geweest is.
De groeicijfers zijn vrij spectaculair. Er is heel weinig reden om Nederland te verlaten, moet ik u zeggen. Dat u zichzelf een pechvogel voelt, dat begrijp ik al helemaal niet. Al was het maar omdat u daar toch gezellig zit. He? U heeft niet gedacht dat ik vind die 25 piek, dat vind ik al iets te veel voor die Verossum. He? Een uitje. Ik ben bovendien helemaal uit Eindhoven gekomen. He? Dat is toch ook een wereldreis. Maarten, we hebben nog een vraag van iemand anders. Geef de microfoon eventjes door aan de jongeman daar. Vertel even wie je bent en welke vraag je hebt voor Maarten. Hi, ik ben Jelle, ik kom uit Utrecht. En u bent altijd erg te spreken over deze bevolkingsgroep. Dus ik was toch benieuwd hoe u Nederland voor zich ziet als het een kabinet vol twitteraars had. Vol twitteraars zat? En dan misschien met meneer Perenboom als minister-president. Waarom meneer Perenboom? Wie is meneer Perenboom? Hij heeft een keer een hele boze brief gestuurd. Dat jij altijd over alles een deskundige was. Die, ja. Nou ja. Koos en meneer Perenboom. Ik, ook voor Twitter geldt. Ik bedoel, ik vind het een stuitend medium. Althans, wat ik er meestal van zie. Het is, heeft ook zijn goede kanten. Ik heb ook wel eens twitteraars gevolgd. Engelse historici die interessante dingen doen. Ja, tenslotte raak ik altijd wel verveeld, dan heb je het wel gezien. Maar en Twitter heeft het grote voordeel dat als ik naast mijn schoenen begin te lopen, dan hoef ik er maar één avond naar te kijken. En dan denk ik, ach jee, hè, ik ben eigenlijk een totale mislukking. Want volgens twitteraars ben ik een CIA-agent, wist u dat? En een pedofiel, wist u dat? En een Stalinist. En nou ja, ik moet even denken wat er al zo staat. Een goed betaalde lobbyist. Was het ook, van de NPO. Ja, ik ben een goed betaalde propagandist van de NPO, dat is waar. Lees je heel vaak. Terwijl ja, ik kan u verzekeren dat die lui van dat voetbalprogramma ongeveer 10 keer zoveel verdienen als ik. Terwijl de kijkcijfers bij ons beter zijn dan bij die voetballers. Hè? Ja, dat klinkt bitter en dat is het ook hoor. Je mag wel blij zijn dat ik de publieke omroep niet ga verraaien. Zoals toch met al te veel mensen. Maar weet u wat het is? Je hebt van die overstappers naar de commerciële. Hè? En dan lees je ook in de krant dat ze daar 1 miljoen gaan verdienen. Terwijl ze bij de niet-commerciële 2 ton verdienen. Waar je ook denkt, nou, wat maakt dat nou verschil? Hè? Toch nauwelijks. Ja, in het ene geval heb je veel te veel en in het andere geval heb je iets te veel. Dus dat maakt eigenlijk heel erg weinig uit, kun je rustig zeggen. Maar meestal levert de overstap niet veel op. Denk aan Jinek, hè? Die wel eens, denk ik, 's avonds thuis komt en dan tegen de vader van dat kindertje zegt, ik had het beter niet kunnen doen. Hè? Ik ben gestart met dik boven de miljoen en nu moet ze in de handen klappen. Staat Lubach elke avond boven er. Dat is natuurlijk toch, als je dat geld betaalt, dat is voor mij wel prettig. Ook als alle programma's waar ik iets mee heb mislukken, dan hoef je in ieder geval niet te schamen voor de beperkte betaling. Hè? Denk je, nou ja, ik krijg er ook niet veel voor, dus waarom zou ik er wakker van liggen? Hè? Ik word niet overbetaald, zal ik maar zeggen. Voor mijn, nou ja. Dus ik noem maar eens iemand die succesvol is overgestapt naar de commerciële. Ze gaan allemaal ten onder. En weet u waarom dat is? Ja, behalve als je dus van de ongekende platheid en botheid bent van die voetballers, jongens. Hè? Ja, aan de andere kant denk ik ook. Die vervullen natuurlijk ook een functie. Hè? Er is natuurlijk een heel groot deel van met name jonge Nederlandse mannen. Die worstelen met een IQ van onder de 100, of zeg rond de 80 of zo. En daar moet ook iets voor gedaan worden. Hè? Je kunt niet allemaal naar documentaires van de VPRO kijken. Hè? Dat kost mij ook vaak moeite. Dus Oké, nog meer vragen. Was dat daarop voldoende? Heb ik de vraag beantwoord? Ja, dat is eigenlijk het kabinet met twitteraars. Is de vraag beantwoord? Oh, de twitteraars. Niet echt, maar dit antwoord was ik ook zeer tevreden. Ja, we hebben kunnen lachen. Nog meer vragen daar? Daar is nog iemand met een vraag. Vertel eventjes wat je naam is en waar je vandaan komt. Ja, ik ben Raymond uit Vaassen.
En ik maak graag muziek in mijn vrije tijd. Ik ben wel benieuwd wat voor muziek je graag luistert als je even tijd vrij hebt. Oh, oh muziek. Ja, laat ik vooropstellen, ik kan geen noten lezen. Ik heb mijn hele leven spijt gehad dat ik geen piano heb leren spelen. Dat verwijt ik mijn ouders nog steeds. Ja, terwijl zij hebben wel de banjo-lessen van mijn zuster betaald. Nou, ik kan me heel, zijn maar heel weinig dingen zo erg als mijn zuster op de banjo. Dat is echt. Ze heeft ook volgens mij altijd maar één lied gespeeld. Dat heette De Vogelkoopman van, nou, een van Venetië of zoiets dergelijks. Een verschrikkelijk lied, kan ik u verzekeren. De banjo heeft ook zo'n tokkelgeluid, weet u wel. Vreselijk instrument, mag ik wel zeggen. Ik ben, zoals volgens mij vrij algemeen bekend is, een groot liefhebber van de popmuziek van de jaren 60, van mijn eigen jeugd. Ik denk niet dat er, naar mijn gevoel, na 74 nog enige popmuziek van betekenis geproduceerd is. Wat ik er nu van hoor, is zo gruwelijk dat ik... ik heb er net een hapje gegeten hiernaast in die paardentent, zal ik maar even zeggen. Daar hadden ze ook van die muziek op staan, dat is gewoon verschrikkelijk. Waar je alleen maar zo'n rare dreun op de achtergrond en af en toe zo'n tokkeltje van een gestoorde ertussendoor. Echt gruwelijk. Maar ik luister tegenwoordig eigenlijk meestal naar klassieke muziek. En dan heb ik nog maar een heel beperkt bereik. Ik ben niet zo van de zeer geavanceerde, ik ben niet van 12 tonen en zo. Het is bij mij gewoon romantische pianomuziek. Dus inclusief Bach en Mozart en Haydn mogen wel meedoen. En dan zeg maar het grote romantische, de grote romantische composities. Nou ja, Schubert. Ik heb laatst nog een traantje weggepinkt op de tv voor Schubert. Ja, hij begon heel onverwacht met die Schubert. Je wilt je natuurlijk groot houden, maar dat is heel eigenaardig. Als je eenmaal geraakt wordt, dan ben je de klos. Ja. Dus dat is het eigenlijk, een grote trekken. Oké. Okay. Ik vind alles wat met hip-hop en zo. En waar ook bovendien, dat las ik laatst een boeiend stukje over. Dat die, wij moeten allemaal enorm, vrouwvriendelijk praten en oppassen met dat je minder MeToo genre en zo. Maar er werden wat teksten uit die hip-hop wereld geciteerd. Dat je denkt van, waarom worden die lui niet gearresteerd? Dit is toch dit is agressie op een niveau waar je u tegen zegt. En dan ook nog ritmisch. Ritmische agressie. Hè? Je hebt ook groepen waar je een heel groot mes moet hebben. Dus ja, dat is het wonderlijke, maar dan is het kunst en dan kan het. Hè? Heel wonderlijk eigenlijk. Dus u moet van mijn muziek smaak, ik ben gewoon een klassieke burgerman op het punt van muziek smaak. Mijn smaak wijkt niet fundamenteel af van die van mijn moeder, die altijd een concertabonnement had en enorm geïrriteerd was door de programmering. Misschien moet ik daar nog eens, ik weet niet of dat nu nog zo is, zij is al lang en breed dood. Maar voor die oudjes, want die zalen zaten vol met oudere liefhebbers van klassieke muziek, dan begonnen ze met een fijn romantisch stuk, zeg iets van Schubert, pianoconcert van Chopin, je kunt je er van alles bij voorstellen. En dan deze heel gemeen, het tweede stuk was dan hele moderne muziek. Want als ze begonnen met moderne muziek, dan ging mijn moeder niet. Of ze bleef een kop koffie in de aula drinken tot dat gepiep afgelopen was. Luistert u ooit naar Radio 4? Nou, ik luister eigenlijk nooit radio. Oh ja, sorry, ik keek naar de verkeerde persoon. En bovendien, dat is ook zo gek, als iemand daarin zegt, komt het hier uit. Dat is ook iets heel vervelend eigenlijk. U luistert nooit naar de radio. Nou, bij Radio 4 is de bedoeling dat de klassieke muziek wordt gedraaid. Natuurlijk, het is Nederland, wordt de helft van de tijd verluld. En weggedaan aan achterlijke spelletjes. Er is een spelletje dat heet klootschieten. Of noodschieten, daar wil ik nou even vanaf zijn. En dat gaat maar door. Hè? Je denkt, het wordt tijd van een gezonde brief. Maar soms hebben ze moderne klassieke muziek en ik moet bekennen dat ik daar vaak prok. Zet ik het uit. De pechgeneratie. Ja. De sluipschutter.
Maarten van Rossum over de Tweede Wereldoorlog. He, dus iemand die zich handig verstopte en die elke vorm van beweging bij de tegenstander zou kunnen afstraffen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En de Duitsers hebben ook de primeur gehad van het gebruik van gifgas.